som 14. En dit is een hele lange som. Maar hij is best snel, zeker het eerste stukje. Dus ik ga hem toch in één keer opnemen. Soms hak ik hem in twee stukken, hè, maar ik denk dat dit wel gaat. We beginnen met som A, de wortel uit 49. Nou, je zoekt een getal wat keer zichzelf 49 is. Ja, dat is 7. Nou, als we gelijk B er even achteraan plakken, de wortel uit min 49, die kan niet. Dat is niet min 7, dat gaat niet, want je mag nooit een wortel uit een negatief getal pakken. Dus B kan niet. En wat schrijf je dan op? Kan niet. Je neemt hem over en je zet erachter kan niet. Dat is wat je doet. Dan gaan we naar C. Nou, je ziet wat minnen staan, maar goed, je moet eerst nog wat gaan rekenen. Dus de wortel uit, en ik zet altijd zo'n haakje aan het eind, min 1 keer min 49. Ja, dat is hetzelfde als de wortel uit 49. En de wortel uit 49 is 7. Dan komen we bij D. Min wortel 49. Ja. De wortel uit een negatief getal, dat kan niet. Maar hier staat de min niet in de wortel. Hij staat niet hier, maar hij staat ervoor. Hier staat dus eigenlijk het tegengestelde van wortel 49. Ofwel, je doet eerst gewoon de wortel. Dit is 7 en die min, die zet je ervoor. Hier staat namelijk eigenlijk min 1 keer wortel 49. Ofwel min 1 keer 7. En dat wordt min 7. Dus dat is even goed om te onthouden. Staat de min erin, zoals bij B, dan kan die niet, maar staat hij ervoor, kan die wel. En dan wordt dat gewoon het antwoord. Doe je dan gewoon het minnetje ervoor zetten. E, die kan niet. En waarom kan E niet? Kijk, dit is de wortel uit een negatief getal. E kan niet. Zo kan F ook niet. Het is een negatief getal. Kan ook niet. Nou, dan gaan we nu door met G. De wortel uit min 7 in het kwadraat. Hij lijkt te kunnen. Want het is iets met een kwadraatje. En als je iets gaat kwadrateren en je neemt daar de wortel weer om, dan ben je weer terug. Dus we zoeken eigenlijk de wortel uit iets wat min 7 in het kwadraat is. Dus je zou ook kunnen zeggen, we zoeken de wortel uit 49. En de wortel uit 49, die is gelijk aan 7. Ja, ik vind dit een hele gemene. Want heel veel van jullie zullen hierop schrijven min 7. Waarom? Omdat er dan gezegd wordt, ja, min 7 wordt toch gekwadrateerd, dus is het antwoord min 7. Maar de wortel uit een getal is altijd positief. Dat leg ik uit in een ander filmpje. En dan laat ik ook zien waarom het niet min 7 is. Trap daar niet in. Dit is een hele belangrijke som. Het is echt 7 en niet min 7. Het is echt fout. Dan gaan we naar H. H kan niet. En ik ga ook laten zien waarom. H kan niet. En hoe zit dat nu? Dat H niet kan. Nou, het is de wortel uit min 7 kwadraat. En nu zeg je misschien, ja, maar dat is toch 49? Nee. Dit is dus eigenlijk de wortel uit min 49. Want de min staat niet tussen de haakjes. Kijk, als dit er stond, dan was het de wortel uit 49 geworden. Maar dat staat er niet. Hier staat min 7 keer 7 en dat is min 49. Kan niet. Wel even die eerste stap opschrijven. Dan gaan we naar i. I kan ook niet, want als we deze gaan uitrekenen, komen we ook uit op wortel min 49. Dus op som b eigenlijk. Kan ook niet. Kan niet. Dan gaan we naar j. Kan ook niet. Zo gaat hard. Gaat heel hard. J kan ook niet. De wortel uit min 9 kan helemaal niet. Ja, en dan gaan we naar k. Min wortel 0. Ofwel min 1 keer wortel 0. Dat staat eigenlijk. Dus min wortel 0 is eigenlijk min 1 keer wortel 0. Wortel 0 is 0. Want 0 keer 0 is 0. Ja, min 0, dat bestaat niet. Dat is gewoon 0. Tegengestelde, die min ervoor betekent al tegengestelde. Hè? Je hebt min 7 en je hebt 7. Je hebt min 8 en je hebt 8. En dan zijn 8 en min 8 elkaar tegengestelde. 0 heeft geen tegengestelde. 0 is 0. 0 is heel bijzonder. Help. Die lijkt niet te kunnen omdat er iets met een min voor staat. Maar hij kan dat degelijk. Kijk maar, min 9 keer 0 is 0. Dus je krijgt de wortel uit 0. Ja, de wortel uit 0 is 0. Dan gaan we naar som. En dit is er weer zo eentje waar heel veel leerlingen min 5 op zullen schrijven. En dat is niet goed. En je zegt misschien, ja, maar het kwadraat wordt het omgekeerde. Nee, niet altijd. Alleen bij positieve getallen. Zoek
dat even op, anders even het filmpje over wortels in het algemeen, daar leg ik dit uit. De wortel uit min 5 in het kwadraat. Dan doe je eerst min 5 keer min 5, ofwel dit is de wortel uit 25. En de wortel uit 25 is 5, niet min 5. Ja? Je kunt ook zeggen, als je hier 0 hebt en je hebt hier 5 liggen, dat is wortel 25, en ik heb hier min 5 liggen, een getal kan nooit zowel min 5 als 5 zijn. Dus daarom is bij afspraken de wortel uit een getal altijd het positieve getal genomen keer zichzelf. En anders gewoon onthouden. Als je dat nou niet begrijpt, dan geeft dat allemaal niks. Hè? Je moet gewoon onthouden. Dit is gewoon te onthouden. Hè? Ik zou er wel uitroepteken bij zetten. Als ik de toets zou maken, zou ik het erin stoppen. Dus ik zou het wel erbij zetten. Dan gaan we naar n. Wortel min 4 kwadraat keer de wortel uit min 9 kwadraat. Is dus wortel 16 eigenlijk, hè, keer wortel 81. Hier maakte ik een foutje. Ik zat die zelf te maken. En voor ik het wist, geef ik hier wortel 9 op. Dat is natuurlijk wortel 81. En nu gaan we doen 4 keer 9. Ja, dat is 36. Ja? Dan gaan we naar... Oh, dit is dus een hele verraderlijke. Voor je het weet, schrijf je 9 op. Ik denk, als je 12 hebt, heb je hetzelfde fout gemaakt als ik wist. Ik zag het door tijdens het maken, maar toen ik het mezelf maakte. Maar dat zijn van die gemeenigheidjes. Dat is iets in je hersenen, net als bijvoorbeeld 2 tot de derde. Hoeveel mensen maken daar niet 6 van? En dat is niet goed, hè? Niet goed. Dat is 2 keer 2 keer 2, dus dat is 8. Dan gaan we naar deze. Min 6. Min 6 keer wortel 2 min... Oh, 2 min 8 in het kwadraat. Eerst gaan uitrekenen wat er onder de haken staat. Wat er binnen de haken staat. En 2 min 8 is min 6. Dus hier staat eigenlijk min 6 kwadraat. Let op, we zijn nog niet klaar. We moeten dit nog gaan kwadrateren. En je moet alles kwadrateren wat tussen de haakjes staat. Dus dat is min 6. Dan krijg je... Oeh, vergeet de isjes. Dan krijg je dus min 6 keer de wortel uit 36. Poeh. Dus dat is dus min 6 keer 6. En dat is min 36. Even kijken of het in mijn haar gaat. Nee, ik heb hier een klein stukje hink overheen. Zo, min 36. En dan gaan we naar de laatste. Ik vind het wel gezellige som, dit soort rekenwerk. Min keer, ofwel min 1 keer staat er eigenlijk. Hè? Dus het, ofwel het tegengestelde. Min wortel min 2 keer min 32. Eerst uitrekenen wat er onder de wortel staat. Dat is 64. Dus je krijgt min de wortel uit 64. Dus dat is min 8. En dat was hem. Hij zit erop. Bedankt voor het kijken. Van andere filmpjes heb ik ook andere vragen. Heb ik ook filmpjes. En wil je even weten hoe dat zit met die min 7 in het kwadraat. Waarom hier de wortel uit niet min 7 is. Want het is toch het omgekeerde. Nou, het is niet het omgekeerde. En dat leg ik uit in het filmpje over wortels algemeen. Bedankt voor het kijken. En tot het volgende filmpje. Doei!